Ik ben Alma Sluik. Ik ben gelukkig getrouwd met Jan. Ik heb 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik kom uit een gezin van 8 vader, moeder en 6 kinderen, waarvan ik de oudste ben. Ik ben tot de bekering gekomen en dat heeft gemaakt dat de hele familie mij heeft verstoten. Want ik kom uit een familie waar de ouders, opa, oma, nicht, oom, neef, tante, iedereen bij elkaar woonde. En na mijn bekering ben ik door iedereen verstoten. Ik was niet meer welkom. Ik ben weggejaagd. En mijn broertje die in de politiedienst zit, die wilde mij vermoorden. En dat waren best angstige momenten, want hij had een pistool. En 's ochtends als ik aan het werk moest gaan, dan was het echt wanneer het heel donker was, dat ik om 5:30 de deur al uitging. En echt biddend van, Heer, bescherm mij. En terug weer dat ik steeds zocht van, dat ik bij mensen in de buurt, dat ik niet alleen ergens liep, maar dat ik echt tussen mensen was en bidden van, Heer, bescherm mij dat hij op dit moment niet daar in de buurt is. Want ze vonden het verschrikkelijk dat ik mijn religie had gelaten en dat ik een ander geloof had genomen. Dat heeft gemaakt dat ik na de bekering door iedereen was verstoten en dat ik niemands huwelijk heb kunnen meemaken. Geen enkel feest, nergens. Ik was gewoon echt alleen. En dat was best wel heel hard. Dat was gewoon een afstraffing wat ze mij hebben gegeven. Mijn eerste man met wie ik getrouwd ben geweest, met wie ik 2 kinderen heb gehad, daar had ik totaal ook geen steun in die tijd. Want hij mishandelde mij heel veel. Hij dronk ook heel veel. En had meerdere vrouwen. En mijn spaargeld wat ik had, had hij ook opgemaakt. En hij begon toen te stelen. Ik woonde buiten de stad in die tijd. En ik was poliehoofd, ik had een leidinggevende functie. En dan net daar in de buurt begon hij te stelen. En hij is toen vaker opgesloten geweest. En dat heeft gemaakt dat ik en maar ook mijn kinderen heel veel zijn vernederd in die tijd. En ik heb toen heel veel gebeden. Ik wilde toen weggaan. En God heeft mij geleid dat ik naar Nederland ben gekomen. En na 3 maanden, toen liet ik mijn kinderen overkomen. En op airport zei hij aan de kinderen van, ik ga jullie nooit meer zien. Want hij had niet gedacht dat ik hem ook zou laten overkomen. En ik ben hier, na een jaar had ik mijn huis, mijn werk, mijn kinderen bij mij. En toen liet ik hem overkomen. En hij is toen hier gekomen, heb ik hem zijn rijbewijs hier laten halen. Ik heb toch een auto voor hem gekocht en hij heeft hier met ons gewoond totdat de doodscheiding heeft gebracht. Zondag gingen wij dan naar de kerk. Daar hadden wij wel vervoer, omdat de bussen die met arbeiders wegbrachten, konden wij wel meegaan. Maar terug als de dienst afgelopen was, stond ik dan met de kinderen soms uren in de zon, waar anderen al hadden gegeten en hun siesta hielden. Dat we dan in de zon van 40 graden, dat we dan stonden te wachten. En waar ik mijn kinderen zei van, jongens, we gaan harder bidden. Dat iemand ons een lift kan geven of dat er toch een bus komt, een verdwaalde bus die ons kan meenemen. En ondanks dat alles, hebben wij nooit een dienst gemist. We waren elke dag 8 uur, stonden we al bij de bushalte, hadden wij al warm gegeten. En stonden wij al, de dienst begon om 10:30, maar we stonden om 8 uur alleen om op tijd in de kerk te zijn. En om de dienst niet te missen. Ja, heerlijk, ja. En ik ben God ontzettend dankbaar ook dat ondanks alle scheldpartijen en vervloekingen, wat mijn moeder steeds heeft uitgesproken, dat mijn vader tot bekering is gekomen voordat hij is overleden. Hij is bij de Heer en ik weet dat ik hem terug ga zien. En na een jaar raakte mijn moeder verlamd, lag in het ziekenhuis en niemand wilde haar hebben. En ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan. Ik heb mijn moeder meegenomen naar huis. En ik heb voor mijn moeder gezorgd 8 jaren lang. En mijn moeder heeft de Heer aangenomen. Mijn moeder is ook tot bekering gekomen. Mijn moeder heeft Jezus heel veel uitgescholden, mij vervloekt. En ik had echt van, Heer, dank u wel, Vader, dat u het bent, Heer, die mij beschermt en elke vloek wat uitgesproken is, dat ik geen invloed zal hebben op mij, nog op mijn nageslacht. En mijn broertje die mij wilde vermoorden, die in de politiedienst zat, hij is ook nu bij de Heer, maar ook hij is tot bekering gekomen. En
Het is nooit in mij opgekomen om aan God te vragen waarom ik. Er was altijd heel veel blijdschap. We hadden zoveel om toch dankbaar te zijn. Onze kracht is geweest dat wij met de kinderen elke dag om 4:30 een uur de Heer gingen aanbidden. Echt lofprijzen, dat was echt een uur. En dat was onze kracht. Die vreugde is onze kracht geweest. Dat wij toch altijd vrolijk waren en met de Heer verder konden gaan. Als ik dit op eigen kracht had moeten doen, dan denk ik niet dat ik dit ooit had kunnen doen. Maar het is God die mij heeft geleid. En hoe mooi is dat dan? Dat God weer alles ten goede heeft omgekeerd. En dat mijn familie bekeerd is. Ik heb het nooit opgegeven. En ik ga ze terugzien. En dan zijn we één hele mooie familie weer. Geen drang, maar één mooie familie. En ik ben gelukkig getrouwd. Na 3 jaren leerde ik Jan kennen. En God heeft mij gewoon het dubbele deel teruggegeven. Alles wat geroofd was door de vijand, heeft God mij gewoon het dubbele gegeven.